Goedemiddag. Komt erin. Ik ben Huub Brans. Ik ben 84 jaar oud. Ik doe dit vrijwilligerswerk nu 66 jaar. En ik ben daarvan 38, 39 jaar in de bos. Als vrijwilliger. Morgen om 7 uur ben ik daar toe gegaan. Had ik de was erin gedaan al. Doe ik alleen maar het aan te zetten. Dat heb ik dus gisteren gedaan. Vanmorgen aangezet. En dan is het weer tijdens de training van de 19, 17, 15, 14, 13. Is die was klaar. Dan de droger in. En dan is je ongeveer 9:30. Dan is daar alles klaar. Normaal tot 6 uur trainen s'avonds. En dan is de man het douchen. En dan op zijn broes, ja, 5:30, 7:30, half 7 is het einde van de dag. Er zijn dus wel eens kleine probleempjes, maar ik zeg al, die kunnen we oplossen. En daar hebben we dus ook die jarenlange ervaring van dat er gebeurt. Maar over het algemeen hebben we hier helemaal geen problemen. En ik zelf nooit af te nemen als ze vragen van kun je dit even doen op stadion of dit even doen. Altijd nee is er van mij niet geweest. Altijd ja. Ik kan geen nee zeggen. En vooral als daar die mannetjes binnenkomen van 10, 11, 12 jaar. En dan is het voor het box iets geen handen meegeven. Dus dat is het mooiste wat er is. Daar heb ik voldoening aan. Het is een geweldig man. 84 jaar en zo'n energie dat hij heeft, is ongelooflijk. Hij staat voor iedereen klaar. Huub praat nooit over geld, is alleen maar voor de club bezig. Ja, is het voor de Bosch een geweldenaar. Hij wordt eigenlijk door iedereen wel herkend. Soms is hij hier om kwart over zeven allemaal. Is hij al aanwezig. Zaterdag heeft hij zo'n 5, 6 wedstrijden. Hij moet allemaal het drinken verzorgen voor al die elftallen. Moet hij al die in die kleedkamer doen. Het is ongelooflijk. Hij vindt los tegen mij alles.